Midden in de nacht is de bevalling van Marielle toch volledig op gang gekomen. Omdat de baby zich 3 maanden te vroeg aandient, hebben de artsen geprobeerd de bevalling 48 uur uit te stellen om met medicijnen het rijpingsproces van de longen te versnellen. Maar die termijn is niet gehaald. Verpleegkundige Marte begeleidt de geschrokken ouders. Wat ik heel erg zie aan mevrouw Bos is dat zij heel angstig is. De hele situatie is natuurlijk heel heftig voor haar wat er gebeurt. Zij was natuurlijk nog helemaal niet voorbereid op het moeder worden bij zo'n termijn. En zij is heel erg heftig aan het bevallen. En dat is natuurlijk allemaal zaken die haar overvallen. En daarom is het aan ons ook om haar proberen erin te coachen. Dat ze gewoon goed blijft ademhalen. Want het is natuurlijk heel erg spannend op zijn zachtst gezegd. Keurig meid. Dat is het. Hartstikke mooi. En nog een keer. En druk maar zo. Druk maar naar mijn hand. Duw mijn vinger er maar uit. Duw maar door. Duw maar door. Keurig. Dat is het. Heel goed. Het is zo dat bij een kleiner babytje dat de bevalling nog sneller kan gaan. Dat je gewoon minder ontsluiting nodig hebt. En dat gaat gewoon sneller. En ook hoe ik mevrouw Bos heb gezien, echt heftig aan bevallen, kan je gewoon zien aan haar dat het echt snel het vorder is. Luister, en je kind doet het ook goed. Je hoort het hartje kloppen nog. Zo, persen. Heel goed. Ik geef nog maar een zakpersje. Zakjes aan, hè? Nou. Zo. Heel goed. Gaan we even de navel snijden. Snel mogelijk naar de kinderarts meenemen. Ja? Wil papa geen hulp voor willen? Alsjeblieft. Tussen de twee klemmetjes. Yes, helemaal goed. Op het moment dat de baby eruit kwam, was fantastisch. Die kracht, spanning wat erop vrijkomt, het is onvoorstelbaar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het allemaal heel erg spannend en ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat. Wow. Oh. Dat wist u nog niet? Nee. Oké, nou gefeliciteerd. Oh, fantastisch. Ja. Zo, en hoe gaat ze heten? Ja, dus als ze nog een grote verrassing is, weet u dat nog niet. Nou, dan gaan we zo stemmen. Wat een jongensnaam. Ook een saturatiebandje. Dan moeten we een mooie naam vinden voor uw dochter. We gaan zo stemmen. Nou meisje, wat is dat hè? We wisten al dat er een mevrouw van 28 weken onrustig was. En dan komt op een gegeven moment het kindje binnen. En dan is het snel kijken, hè, naar de vitale functies. Dus is er hartslag, is er ademhaling, in welke mate en wat voor ondersteuning moeten we gaan bieden? Ik heb wat slijm. Niet noemen. Je mag rustig even een aai geven, papa. Dat is een ademsurf. Alles zit er goed waar we nu op. Het kost wel een klein beetje moeite te zilveren, maar het gaat zo met een beetje ondersteuning. En dat verwacht je ook wel bij deze zwangerschapsduur. Dat het daar nu lastig blijft te zullen kijken. Nou, wat ik altijd wel probeer te doen, zeker in het begin, hè, als de kans is, het kindje toelaat tegen die vader, zegt van, goh, raak er maar even aan. Hè, geeft u zoon, dochter maar even naar. Ze zijn altijd heel bang dat het niet kan, maar probeer ik toch te doen. Dat ze even een handje aan je vasthouden. Nou, in dit geval was het heel mooi dat het meisje de vinger van papa beetpakte. En je zag die grote vinger helemaal trillend in dat kleine handje. Maar dat is denk ik heel goed, want dat geeft meteen binding. Fantastisch om het vast te houden, om het aan te mogen raken. Om te kijken hoe onze creatie, hoe dat eruit ziet. Ook al is het zo klein, het is een piepklein wondertje waar alles het van doet. Elk vingertje, nageltje, het is geweldig.
Als het meisje gestabiliseerd is, wordt ze overgebracht naar de intensive care.